Ja, hallo heren, weekend time. Hi. Ik ben even nieuwsgierig wat Henk Tewa en ik straks moeten rondbrengen. Hè, Jan, kom je ook even erbij? Ja, heren. Ik ben er. We waren bezig. Ja. Jongens, zitten nog die tassen te vol, zeg. Die tas moeten we straks wegbrengen? Ja, de tas kun je straks wegbrengen. We hebben nog een hele mooie mand. Met dank aan onze meer dan 30 sponsoren. En ja, er zitten van allerlei leuke dingen zitten erin. Echt van die mooie waardebonnen, kappersbonnen, gratis. Ben natuurlijk weer helemaal goed voor de kerstdagen, kun je voor de dag komen. Ja, er zitten leuke prulletjes in. Een fles wijn zie ik hier. Voor de rest nog wat levensmiddelen. Ja, en de sponsoren, ging dat allemaal goed of moesten jullie flink aan de deurbel trekken of werd er weer volop meegewerkt? We merkten wel dat echt de sponsoren eigenlijk bijna blij waren dat we langskwamen. Ze vonden het vorig jaar ook een hele leuke actie. Dus ze waren er heel erg blij mee en ze wouden met alle plezier wat geven voor een goed doel in dit geval. Ja, nou, ik denk dat er de mensen straks blij verrast zijn, want het is weer heel veel. Ja, het is gewoon ontzettend veel en het komt ook heel goed terecht. Ze konden zich aanmelden via de mail. Jullie hebben heel veel mailtjes gekregen? Ja, we hebben ontzettend veel mailtjes gekregen. Dat kan via het aanmeldformulier op onze website www.weekendtime.nl. Ja, en bijna 50 personen hebben dat gedaan. Iemand in het zonnetje zetten met goede verhalen erbij. En ja, samen met de redactie van ons programma moesten wij dus uit die 40, 50 aanmeldingen 5 kandidaten uitzoeken. En dat was moeilijk. Ja, Herjan, hoe selecteer je dat? Ja, ten eerste vind ik het heel mooi hoe Henry het verwoordt. Ik vind dat echt goed. Dat is heel makkelijk hoor, maar ik wil wat meer weten. Oké. Het was heel lastig. We hebben natuurlijk heel veel aanmeldingen gehad. En op een gegeven moment moet je keuzes maken. En ja, eigenlijk alle verhalen waren gewoon ernstig. En iedereen gunnen we natuurlijk een kerstpakket. Maar we hebben toch uit de verhalen enkele hele mooie verhalen. En mensen die het echt nodig hebben, die verdienen het en die krijgen het ook. Ja, wij, Henk Tewa en ik, die gaan zo op stap om eigenlijk bijna het leukste onderdeel van het programma. De mensen verrassen aan en dan kijken hoe ze open doen. Dat is echt fantastisch. Was vorig jaar al fantastisch, dus wij gaan op pad. Heb je er zin in? Ja, tuurlijk. Ja. Henk ook? De camera beneden. Ik wou zeggen, tillen jullie de boel weer in de auto en dan... Snel de radiostudio. Ja, en jullie heel veel succes en tot straks. Tot straks. Oké, succes. En, succes. Doei. Bye. Onze eerste kandidaat had hem, Ido Korenrom. Ik hoop dat hij thuis is. We hebben de man al vlug neergezet, anders wordt het veel te rommelig. Dus het is echt heel veel. Een beetje bij elkaar zitten natuurlijk. Oog wil ook wat. Nou, cameraman, klaar voor? Ja, we zijn er klaar voor. De bel. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben op zoek naar Ido. Dat ben ik. Dat bent u. Kunt u even naar voren komen? We staan hier met de camera en een hele mooie kerstmand. En iemand heeft u opgegeven. Oké. Okay. Om u te verrassen. En volgens mij... Dat is wel aardig gelukt dan. Heeft u enig idee wie? Ja, ik ben helemaal overdonderd. Ja, dat is het mooiste, ja, hè? Dan vermoed ik dat mevrouw dat geweest is. Ja, en hoe heet die vrouw? Thea. Ja. Is ze er ook? Ja hoor. Zou ze erbij kunnen komen? Ja. Ja? Ik zal even op. Ja, is goed. Hallo? Was niet onverwachts, hè? Nee. Zou u ook willen zeggen waarom u hem opgegeven heeft? Jazeker. Ja, hij doet zoveel voor mij en verzorgt mij al 19 jaar. En voor de kinderen waren klein toen ik in de rolstoel kwam. Hij heeft alles altijd gedaan. En altijd is hij vrolijk. Ja, en dat waardeer ik heel erg dat hij dat gewoon allemaal doet. Ja, blijk van waardering hebt u. Ja. Wat lief. Ja. Ja. Ja, dat is wel inderdaad een complete verrassing. Ja, ik denk, waar staat aan de cameraploeg aan de deur? Ja, dan kunnen we van alles vragen doen, maar vaak ben je zo sprakeloos. Ik sta echt te trillen, sorry. Ja, nee, dat is helemaal niet erg. Ik wil zeggen, neem hem mee naar binnen. Ja, gaan we doen. En geniet ervan. Ja, kom verder. Ja, hele fijne kerst. Doe het even. Wat een haakje. Super. Beetje reclame. Kandidaat nummer 2 gaan we nu aanbellen. Als ik hem kan vinden. Goedenavond.
logo. Ja. Ja, hallo. Hallo. Ja, kom even naar voren toe. Hi. Hi. Ik heb hier een verrassing. Ja, en hebt u ook enig idee waarom? Van wie? Nee, ik zou het niet weten. Helemaal niks? Nee, echt niet. Is hier ook, zijn er nog meer mensen in huis? Nee. Oké. Okay. Wij zijn met z'n tweeën. Jullie zijn met z'n tweeën. Zijn ze toevallig van, wat doe je meisje? Ik ga even zitten. Nou, volgens mij gaat het wel om het verhaal Stephanie. Oh! Ja. Ken jij Stephanie? Ja? Wie is Stephanie? Is die lief of niet? Haalt hij jou altijd op? Ja. He? Durf je dat niet te ja, zeggen? Ja, Stephanie die zegt van, er mag altijd iemand bij me thuis komen. En mijn ouders vinden dat heel mooi, heel fijn dat diegene bij mag komen. En ze zal, de ouders zelfs goed voor haar en haar zusje. Yeah. En daarom willen ze jullie bedanken. Oh, hebben ze jullie opgegeven bij, bij Weekend Time van Loco FM om jullie te verrassen. Hoi. Ik zei helemaal leuk. Mooi, hè? Ja, hartstikke mooi, hè? Oh, super. Ja, echt mooi. Ja. Verrassing geslaagd? Ja, ja echt. Wil je tegen Stephanie zeggen? Stephanie, hartstikke bedankt. Ja, ik vind het echt heel Vind je het ook mooi? Daarom was jij hier, hè? Ja. Kijk, dat is allemaal heel erg, hè? Ja, maar het is niet... Oké. Nee. Nu, ja. Bijna gaan draaien. Hé, en hele fijne feestdagen en geniet ervan. Ja, dankjewel. Dat zal vast lukken, hè? Ja, heel mooi. Nee, nou, ja. Dank je. Doeg. Ja. Heel verhaal. Raya, Trini, komen zo achter. Oh. Nou, de andere kant. Bent u, wie ben je? Truida? Ja. Trini, kom er niet. Kom er niet, Truida. Truida, ja, we wouden die overvallen, maar dan overval je mij. Ja, live. Oh, maar ik kom net van nou, dat is niet erg. We hebben leuke mannen voor je. Dus, oh, ja, man Kees? Ja. Ja, wij zijn hier naartoe gestuurd door iemand met al deze mooie spullen. Ja. En die heeft jullie opgegeven. Wat aardig. Heb je ook enig idee wie? Nee, nee. De naam lijkt een beetje op uw naam. Als ik goed heb. Trini? Truida, Trini? Ja. Meisje niet bos? Ja. Oh, wat leuk. Ja. Heb je ook enig idee waarom? Jawel, omdat wij een soort bijstand zitten. Ja. Denk ik. Mag ik het een en ander benoemen wat er in de brief staat? Ja. U heeft een erge ziekte gehad. Ja. U kunt misschien zelf wat vertellen? Nou, dat is al 3 jaar geleden. Maar mijn man heeft sinds 4 jaar geen werk meer. En nu heeft hij dan een klein baantje. En ik ook. Maar gewoon, dat wordt dan aangevuld door de gemeente. Ja, maar dat is nog veel meer, hè? U verzorgt uw bejaarde moeder. Ja, ook. Ja. Ja. Ah. Ja, nou, die ga ik bezoeken. Ja, nou ja. Plus dat u een schoonzusje ergens in het Kooiveen. Mijn zusje op Kooiveen, ja. Zusje? Ja. Was dat meer? Ja. Mensen in het asielzoekerscentrum. Ja, ja dat is, maar dat en zijn zoals, vrienden. Ja, maar, en daar krijg je energie van. Je krijgt energie van. Ja, natuurlijk. Dat sta je ook helemaal uit. Ja. Niet iemand met de monddoeken naar beneden. Nee, maar dat moet ook niet. Je moet ja. Maar kijk, dit is dus wat er gebracht is. En, oh, wat prachtig. Want ik denk al, er staat een auto aan de weg. Ik denk, wat zou dat zijn? Dat waren wij. Dat waren jullie, ja, wat leuk. Het is dus van Loco FM van Weekend... Ik ben helemaal kwijt. Ja. Ja. Weekend Time. Hartstikke mooi. Ik ben er echt stil van. Ja. Ja. Even Kees de dag bij. Hallo Kees. Ja, ja, we weten alles, hè? Ja. Wat denk je net? Wat is dat voor de ramen? Gedoe? Ja, ik wist er wel iets van. Dus. Oh, ik was ingelicht. Nee, Trini was gisteren hier, dus ik Trini wist ervan. Trini en Truida. Ik kwam even in de wonen, dan word ik overvallen in plaats van... ik wist ervan. Jullie wisten ervan. Ja, nou ja, dit mogen de mannen naar binnen dragen. Nou, geweldig toch? Zullen ja, we dat doen? Ik wou zeggen, heel veel plezier ermee. Geweldig, dankjewel. Ja, en hele fijne kerstdagen. Ja, ik weet niet of u nog wat in de camera wilt zeggen. Nou, iedereen fijne kerstdagen en gelukkig nieuwjaar. Camera. Hop. Hallo. Ben ik hier bij opa Bertus Wolf? Opa Bertus Wolf. Ja. Nou, we zijn van Loco. Ja, je mag wel binnenkomen. Nee, we hebben een verrassing voor u. Volgens mij even kijken hoor. Hallo. Hallo. Enig idee van wie die verrassing zou kunnen zijn? Nou.
Zijn we van mevrouw en mijn dochter tevreden dan? Nee, vast nee. Nee, het is wel Nada, Quincy. Oh, mijn kleindochter. En, die schreven: opa Bertus heeft altijd zo hard gewerkt. Hij heeft nu veel pijn. En toch is hij altijd vrolijk. En die was de grote vriend van hun drieën. En daarom... Ja, dat kan kloppen, ja. Ja, hè? Ja. Dus vandaar dit mooie pakket. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is leuk. Dat is beetje... Zou je nog wat willen zeggen? Nou, hartstikke bedankt. Ziet er allemaal lekker uit. Ja, ik wil zeggen, pak hem zo uit en geniet er volop van. Ja. En alvast hele fijne dagen. Ja, en, dank je wel. Oh, dat is wel leuk, denk ik. Ik denk het ook wel, hè? Als de pijn een beetje overgaat, dan lukt meestal alles wel weer. Ja, misschien vergeet u nou even met de mooiste uitpakken. Maar wel leuk, hè? Van die, Ja, hartstikke leuk. Nou, geniet ervan. Ja, dank u. Bedankt. Ja, Henk, schiet je op? Ja. Ja. Hup, we zijn hartstikke laat. Schiet op. Ja. Ja, loop maar. Henk, je zit met 10. Je moet naar 8. De pakketjes staan voor de goede deur. Nummer 8, niet nummer 10. Dan ga ik nu even naar kijken. Onze laatste kandidaat van vanavond. Dat zal een hele verrassing zijn, want het is wel een hele grote etalage hier. Even de bel. Ring! Oh, komt de deur niet binnen. Oh, hallo! Ramona! Ja, kun je even naar de voordeur komen? Ja, nou ik zou het... Ja, wij zijn van Loco, van het programma Weekend Time. En daar hebben ze mensen gevraagd van... Weet jij iemand die wat leuks heeft verdiend? En daar hebben ze jou opgegeven. Heb je enig idee waarom? Ik zit midden in een verhuizing door een minder leuke situatie. Ja. Ja. We vermoeden dat dat de oorzaak is. Heb je ook enig idee van wie? Nee, eigenlijk niet. Ik kan zeg, Pascal en Nathalie. Ach, mijn neefje en nichtje. Ja. Wat lief. Kijk, die, Nou, ik ben helemaal verbaasd, want het is ook een complete chaos. Nee, ik zat de bel te zoeken en die was er dan niet. Ja, dus dat, het, is allemaal, het is allemaal leeg en ja, maar ja, dat moet altijd eerst erg worden. Hè? Maar die hebben dus in jou gedacht. En er zitten ook hele leuke spulletjes bij, denk ik, om wat in te richten. Nou. En om jezelf... Even jezelf even lekker te laten verwennen, kappersbol, alles. Moet het nou? Ja. Ik zou zeggen van heel veel plezier ermee en hele fijne dagen. Ik hoop dat het ondanks al dit gedoe toch lukt. Het gaat goed komen. Ja? En Pascal en Nathalie, heel erg bedankt. Nou, de kerstpakketten zijn binnen. Ik ga even kijken hoe het met de mannen is. Hallo heren. We zijn leeg. We zijn weg. Ze zijn allemaal... Alles is leeg. Hoe is het hier gegaan? Goed, spannende uitzending. Het was super live. Jullie als camerateam en kerstvrouwtje gingen naar de kandidaten. Daarna gingen jullie ons bellen van, nou, ze hebben het pakket ontvangen, bel ze. En we kregen iedere keer een hele leuke verrassende, hoe zeg je dat? Ja, mensen die natuurlijk overvallen werden en die waren natuurlijk helemaal blij daarmee. En oh, wat zit er allemaal in en oh, wat veel en hartstikke leuk. En ook op een gegeven moment was een opa Wolf bijvoorbeeld. Nou, dat was gewoon echt, is echt helemaal leuk hoe die ook reageerde. Nou, echt succes. Ja, het was echt leuk om te doen. Spannend, het was hectisch. Het was bij ons ook heel hectisch, Henk. Hè? Even al die adressen, heel veel lantaarnpalen waren uit. En vind dan maar eens de huisnummers. Ja, dat klopt. Er was ook al een gedeelte van de Zuiderzee zat weg. Ja, dat klopt. Is het licht uitgevallen? Dat ging het licht ook even uit. Ja. Nou, gelukkig hebben jullie het gevonden. We hebben het gevonden. Even, we vonden het fantastisch om te doen. Dus we zeggen volgend jaar weer. Doen we zeker. Ja. Willen jullie nog wat... Ja. Ik zou zeggen fijne kerstdagen. En een gelukkig 2015.